Ja, wij maken als VTW een rondtour door heel Nederland en hebben dan in regio's bijeenkomsten bij een lokale woningcorporatie om in gesprek te gaan met de stakeholders. Zeker, het zijn hele open gesprekken van twee kanten, hè? Want de corporatie kan daarom ook open zijn. De corporatie nodigt de stakeholders ook uit, dus zij hebben de keuze van wie ze hiervoor willen benaderen. En ja, dat maakt heel waardevol. Heel leuk om te doen. En na de gesprekken in de bus met de stakeholder gaan we dan bij de corporatie zelf met de vele commissarissen uit de regio in gesprek met elkaar over de onderwerpen, de issues die spelen, waar men mee te maken heeft en waar men graag met elkaar over door wil praten. Het gaat ook over het sociaal-maatschappelijke opgave en hoe je daar als toezichthouders nou ook toezicht over houdt. Dus die samenwerking in de buurt, in de netwerken, de verandering in het sociaal domein. Nou, ik denk dat we weer een heel interessant gesprek krijgen. In het eerste zie je dat de huurdersverenigingen, en dat is denk ik, dat geldt ook wel breder, echt worstelen ook met hun eigen positie. Ook met oudere vrijwilligers. Dus ze zien ook naar de toekomst toe. Ja, hoe moeten we dat doorzetten en hoe ga je dat nou verjongen? Dat is echt wel een vraag die ze hebben. Maar dat is wel mooi om dat besef te zien ook van, ja, hoe gaat dat naar de toekomst toe? Nou, ik hoop vooral dat mensen het een hele plezierige manier vinden om elkaar te ontmoeten. Het is heel erg goed om elkaar te spreken en te zien, zeker in regionaal verband. Want steeds meer opgaves voor de corporaties en voor de volkshuisvesting spelen zich op regionaal niveau af. Dus het is goed om elkaar te treffen en daarover elkaar te spreken. Daarom is het leuk dat het hier in de regio is. Want dan kom je mensen tegen van corporaties die je kent. Het levert goede gesprekken op. En dat is altijd leuk, ja. We zitten denk ik met z'n allen, of we nou over huurders praten, of over de organisaties, of over de toezichthouders van die organisaties, zitten we in een spannende tijd. Hè. Er is natuurlijk een enorme vraag, niet alleen naar meer woningen, maar ook een vraag naar betaalbare woningen. Je ziet echt ook de eenzaamheid toeslaan, de sociale vraagstukken die toenemen. We zien dat er nu wel 800.000 mensen, huishoudens moet ik zeggen, al betalingsproblemen hebben, is wel een gigantische opgave om dat met de woningcorporatie om dat een beetje te managen. Dat is wel een uitdaging. Dus die hele mix van vragen maakt volgens mij ook dat we met elkaar echt het gesprek aan moeten blijven gaan. Hoe we dat samen kunnen oplossen en hoe we daar samen een antwoord op kunnen doen. En ik denk en nodig ook iedereen uit om dat gesprek vooral te voeren.